Ruim een maand voordat het zover is Manchester al in kerstsfeer. En de ultieme kerstwens, vrede op aard, is woensdagmiddag voelbaar in de stad. Er valt geen onvertogen woord bij de duizenden Feyenoord supporters, die bij het National Football Museum zelfs nog hun stroopwafels kunnen kopen. En er ligt ook nog een tegel van misschien wel de beste Feyenoorder aller tijden. 2 minuten verderop, bij het Victoria Station, komen de supporters hun polsbandje ophalen voor de wedstrijd van een dag later. De wachttijd loopt op tot 1 uur, maar niemand klaagt. Ze zijn veel te blij dat ze überhaupt een kaartje hebben. De geluksvogels bestaan grotendeels uit 3000 mannen en ongeveer 100 vrouwen, onder wie Samantha, Natasha en Nathalie. Wij gaan eigenlijk altijd overal samen heen, vooral de trippies. En vaak gingen we altijd nog wel met een groepje jongens erbij. Maar dit is wel de eerste trippie dat wij samen zijn. En met haar nu samen erbij is beter. Ja, waarom? Omdat je gewoon met elkaar rekening hoeft te houden. Je hoeft geen rekening meer te houden meer met mannen. Mannen zijn gewoon anders dan vrouwen in het omgang met vervelende vervelia's. Ja, daar kun je nog wel even doorgaan. Mensen die uit zijn op andere dingen dan plezier maken, zeg maar. En daar ben ik gewoon klaar mee. En ze hoeven niet 2 uur te wachten voordat we eindelijk eens klaar zijn om te gaan. Dat is ook heel makkelijk. Alleen maar elkaar te wachten en niet op een groep van 10. Ja. Maar zeggen sommige mensen, die zeggen van joh, ik ga toch niet met een polsbandje lopen, dan voel ik me net een hond. Maar jullie zijn gewoon hartstikke blij dat je er überhaupt een bandje hebt, volgens mij, hè? Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ik zie het probleem er niet van in eigenlijk. Het is leuk aandenken ook, toch? Ja. Ja, het is een festivalbandje. Kan je bewaren precies. En dan weet je in ieder geval waar je geweest bent. Dus. Toch handig, mocht je na een paar dagen Manchester een gat in je geheugen hebben. Naarmate de avond vordert, wordt de rij langer, maar de sfeer niet minder. Verderop in het centrum loopt Mike. Zonder polsbandje, maar wel met een kaartje. Voor het United vak. De 30-jarige Rotterdammer is namelijk lid van de Dutch Mancunians, zeg maar de Nederlandse United fanclub. En hij is ook nog eens fanatiek Feyenoord supporter. Dit is een zeer bijzondere wedstrijd, omdat als kind ben je opgegroeid in Rotterdam, geboren en getogen en dan ben je voor Feyenoord. En als klein ventje dan zie je gekkigheid van Engels voetbal. En op dat moment was Eric Cantona en dan word je fan van United. Dus ik zie mijn 2 clubjes tegen elkaar spelen als het ware. Waar ligt je hart? Waar mijn hart ligt. Nou ja, Feyenoord hebben we in de Kuip gewonnen. Dus ideale scenario is dan als Fenerbahce morgen verliest. Of wat is het? Morgen donderdag verliest. En dan of gelijk speelt en dan Feyenoord door daarna en United ook. Dat zou ideaal zijn. En hebben er ook veel United fans een kaartje doorverkocht aan Nederlandse supporters? Of is dat niet waar? Er zijn er wel een aantal inderdaad waarvan ik weet die hebben hun kaarten doorverkocht. En die zijn wel redelijk huiverig dat het in goede handen is komt, zeg maar. Maar waarom? Ja, die riskeren zelf een stadionverbod. Dus mocht die kaart bij vervelende mensen in handen komen die gekkigheid in het stadion doen, dan is dat allemaal te traceren via wie zijn naam dat gekocht is, dat kaartje. Dus zodoende. Hey, nou zitten we een beetje halverwege de avond. Ja. Gaat deze avond rustig verlopen in Manchester? Ik hoop het niet, maar op een goede manier. De clubs zijn open. Ik hoop dat iedereen gewoon lekker uit kan gaan, lekker kan drinken, feesten. Manchester hebben een leuke universiteit, er komen leuke studenten, dus dat kan een mooi feestje worden dan, daar hoop ik op. Maar wat betreft supporters gaat het rustig verlopen, dat blijft gezellig. En Mike krijgt gelijk. De meeste plekken waar 's middags al honderden Feyenoord supporters zijn, gaan rond 8:30 dicht. Groepjes Feyenoorders komen op andere plekken nog wel binnen, maar hier in het centrum is het genoeg voor vandaag. In een paar uur tijd is er een weekomzet gedraaid en bovendien, een dag later, wordt het nog veel drukker. En niet een klein beetje drukker, zo blijkt de volgende dag. Op het eerste oog lijkt het zeker 3 keer drukker dan een dag ervoor. Manchester is een beetje van Feyenoord. Ja, het is gewoon super gaaf om hier te ervaren. Het is gewoon super gaaf om hierbij te zijn met United, een grote club. Dus deze stond heel lang op mijn verlanglijstje. En hij gaat doorgaan met Feyenoord mee. Het is mijn 18e Europese uitduel. En Feyenoord is gewoon alles voor mij. Wie je ook spreekt, iedereen is vol lof over de Engelse politie. Alsof het legioen er een vriend bij heeft in plaats van een vijand. Ja, ze vragen hoe je het hebt, wat je denkt dat de uitslag wordt. Ja, ze zijn gewoon hartstikke gezellig. In Rome was het echt een teringzootje qua organisatie en ik verwacht dat hier helemaal goed gaat. Om 5 uur vertrekt er een mars vanuit de stad naar Old Trafford. Het is lastig in te schatten hoeveel supporters er meelopen, maar het zijn er heel veel. Mensen met een kaartje en polsbandje, een gewoon kaartje via bijvoorbeeld een tussenpersoon of helemaal zonder kaartje, van alles loopt er wat mee. Ja!
Na een uur lopen is het stadion bereikt. Hier wordt het kaf van het koren gescheiden, oftewel alleen de mensen met een polsbandje mogen door. De mensen met een kaartje voor het uitvak dus. Alle anderen worden met een bus terug naar het centrum gebracht. Wij zijn gewoon in de maling genomen. Ik heb hier een origineel kaartje. Kaartje gekocht, komen niet naar binnen, gewoon in de maling genomen. Ik heb een kaartje, ik heb geen bandje, mijn bus staat hier, ik mag niet naar binnen. Ik word nu teruggeleid naar het centrum, met alle risico's van dien. Ja. Maar denk je dan dat het fout gaat of niet? Als hun ons terugsturen, ik zit daar met dadelijk 20 man tussen allemaal Manchesters. Er gaat de hele boel komen niet in, dat gaat helemaal fout halen. Gaat niet goed komen. Zeker. Laten we hopen van niet. Nou, ik weet wel zeker. Rondom Old Trafford worden er nog kaarten verhandeld, maar dat is geen garantie dat je ook binnenkomt. Zo ondervinden honderden gedupeerden, zoals hier bij de ingang voor de business seats. Gemiddeld betaalden zij zo'n €150 voor een kaartje. Een aantal heeft geluk, anderen hebben pech. Ik ben bij de entree geweigerd voor het stadion, omdat ik uit Nederland kwam. Ze vonden mij de Nederlands uitzien, dus toen werd ik geweigerd. Moest ik tot 10 tellen in het Engels. Kan ik best goed, maar niet met een Engels accent, dus helaas niet naar binnen gelaten. Ja, ik heb een kaartje gekocht op internet via gogo.nl en ik ben geweigerd. Ja, je bent niet de enige. Nee, ik ben niet de enige. Kijk, daar gaan ze al. Ja. Andere Nederlanders, ja. Weet je, je doet er niks aan en ik ga mijn geld terugvragen. En zonde dit. Hoe ben je aan een kaartje gekomen? Na de wedstrijd bij Feyenoord altijd gaan we naar een kroeg toe. En daar ben ik via een vriend van vrienden van mij aan een kaartje gekomen. Die heeft een seizoenskaart voor Manchester en voor Feyenoord. En hij heeft Engelse vrienden en die hebben een kaartje voor mij geregeld. Ja. En dat waren seizoenskaarten. Dus wij gingen op hun seizoenskaart naar binnen. En daar bij de ingang, toen zei die gozer dat ik naar E2 moest gaan. Heel het stadion rondgelopen, E2 nergens te vinden. Toen vroeg ik het aan iemand anders. En toen was E2 een parkeerplaats en daar werd ik heen gelokt. Hij nam me mee aan mijn arm naar E2 toe. En daar stond het vol met politie. En die moesten erom lachen omdat ik had moeten zeggen dat ik uit Engeland kwam. Ja, had ik ook gezegd, maar ja. Kijk eens deze bus hier rechts achter je. Dit zijn allemaal Feyenoord supporters die geen kaartje hebben. Oh, ook allemaal Feyenoord supporters. Oké, okay, nou ja. Ja, dat is kut. Ook niet gelukt. Kijk maar, daar zijn ze, ja. Helaas. Iedereen lacht erom, maar nee. Ja, schandalig. En nu? Zuipen. Ja, je kent niet anders toch? Nee. We moeten haast maken. Het is nu 7:07 Engelse tijd. Aftrap gaan we niet halen. Taxi. Zo wordt het in plaats van Old Trafford de Bierkeller. Een van de vele pubs waar in totaal nog een paar duizend Feyenoorders naar de wedstrijd kijken. Ik weet dat we de wedstrijd misschien niet in Old Trafford hebben gezien. En maar hier. Met wel bier. Want Feyenoord verliest met 4-0. De wedstrijd is zo bijna een hinderlijke onderbreking van een paar dagen in Manchester. Waar vooraf gevreesd werd voor een tweede Rome, werd het een trip die men jaren later op een positieve manier zou herinneren. Fantastisch joh. 8.000-9.000 man hoorde ik op social. Ja, bizar. Bizar dat zoveel mensen zoveel geld hebben om überhaupt hierheen te komen. En dat ze allemaal vrij nemen van hun werk. Ja, krankzinnig. Twee dagen in Manchester. Even een nuchtere analyse. Ja, nuchter kan niet meer. En gewoon lekker zuipen en plezier maken, daar gaat het om. Ja, dat is wel gelukt met de fansupporters. Ja, nou, we hebben niks, geen gezeur gehad en zo kan het ook. Ondanks dat je geen geldig kaartje had, was het bezoekje naar Manchester het wel waard. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zal zeker iedereen aanraden om hierheen te komen. Ook al heb je geen kaart, ook al heb je €135 betaald, gewoon hierheen komen, want het is echt... Ja, de ambiance hier en de sfeer en de gemoedelijkheid, hè? Want het is allemaal goed gegaan, gelukkig. Zeker tegenover 2 jaar geleden, waar in Rome de kranten vol stonden. Dat het nu juist tegenovergesteld is. Ja, krankzinnig. En uiteindelijk maakt het dus weinig uit waar je de wedstrijd hebt gekeken. En iedereen die erbij was, zal het beamen. Het waren 2 fantastische dagen.